Ons doel is verdere integratie van ICT in onderzoek. Er is heel veel op het gebied van ICT voor onderzoek. Er is ook heel veel beschikbaar voor de instellingen. Maar vaak weten onderzoekers of het niet te vinden of ze weten niet hoe ze het moeten gebruiken. Dat is iets waar we iets aan kunnen doen. En dat is ook iets waar we iets aan willen doen binnen Support for Research. En dat willen wij niet alleen doen. Dat willen we in gezamenlijkheid met jullie doen, zoals ik al eerder zei, samen met de instellingen. En daarvoor gaan we ook naar jullie toe. Om te kijken hoe jullie de support voor onderzoekers hebben ingericht en hoe we daar als samenwerkingsinitiatief op kunnen aansluiten. En samen met jullie willen we dus ook duidelijk maken aan onze onderzoekers welke ICT-diensten en dienstverlening jullie bieden en welke diensten en dienstverlening wij als SURF kunnen bieden, mocht dat nodig zijn voor de onderzoekers. Daarnaast hebben we tijdens de verschillende instellingsbezoeken die we gehad hebben we al gemerkt dat er bij de ICT en de onderzoeksondersteuners ontzettend veel behoefte is om van elkaar te leren. Dus ook van de ICT en onderzoeksondersteuners bij de andere instellingen. En ook dat hebben we in Support for Research ondergebracht door jullie ook een platform te geven waarbij jullie elkaar kunnen leren kennen, maar ook in de aanraking kunnen komen met de onderzoekers om te leren van die onderzoekers wat ze nou eigenlijk nodig hebben. Dat is natuurlijk de vraag waar die motivatie uiteindelijk vandaan komt. En die motivatie komt natuurlijk uit onderzoek. En wat wij de afgelopen tijd hebben gezien, is dat de onderzoekswerkelijkheid voor onderzoekers in Nederland in ieder geval enorm aan het veranderen is. Wat wij zien is dat onder andere organisaties als SONMW, NWO, oftewel de organisaties die onderzoek direct sponsoren, steeds meer eisen gaan stellen aan de aanvragen die de verschillende onderzoekers aan het doen zijn. We hebben het al eerder gehad over een dataparagraaf of een ICT-paragraaf. En dat is iets waar die onderzoeker op dit moment tegenaan aan het lopen is. En wat we ook zien is dat vaak die mensen die zo'n paragraaf moeten invullen, daar niet helemaal comfortabel mee zijn. En dus bij andere mensen te raden gaan om te kijken of ze daar niet de informatie kunnen inwinnen die ze daarvoor nodig hebben. En wat we vaak zullen zien is dat bij de onderzoeksondersteuning binnen de eigen instelling dat wordt gedaan. Maar dat ook die onderzoeksondersteuners daar niet altijd alle informatie hebben die ze nodig hebben om dat te kunnen doen. Een ander ding is dat bij de universiteiten men zich probeert in te dekken om niet de volgende Diederik Stapel in huis te halen. En men dus heel graag controle wil over de data die wordt gegenereerd binnen onderzoek. Die wordt bewerkt en later ook naar buiten gaat in de vorm van publicaties. Dus men wil die data provenance op een of andere manier goed in de hand houden. Verder zien we dat onderzoekers eigenlijk altijd graag willen samenwerken. En wat we dus nu gaan wat we nu hier zien, is dat waar SURF traditioneel erg goed in is, zijn de samenwerkingsprojecten die heel erg groot waren, maar voor een hele homogene groep gedaan werden. Dus de projecten die we onder andere goed kennen zijn de LHC, het Large Hadron Collider, waar we al tijdlang grote hoeveelheden resources beschikbaar stellen. Maar die mensen zijn zelf heel goed in staat om dat in te zetten. Dus daar is nog weinig, die mensen die krijgen een hele berg support, een hele berg infrastructuur, maar doen dat ook gewoon goed zelf. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld LOFAR. Die hebben precies zo'nzelfde homogene groep mensen. Nou, als we nu kijken naar het verhaal van Balder, waar je ziet dat er eigenlijk een nieuwe gebruikersgroep komt die gebruik gaat maken van de diensten die SURF te bieden heeft, een andere manier van support en een veel kleinschaligere manier van support nodig heeft. We moeten voor kleine individuele projecten moeten we tijd vrijmaken om ze te begeleiden, de infrastructuur te gebruiken. Nou, Balder gaf het zelf net al heel leuk aan. Om zo'n project van de grond te krijgen, en hebben we het over maar een aantal locaties om de lichtpaden van elkaar te krijgen, ben je in contact met al die onderzoeksondersteuningsgroep, met de ICT-mensen, met de netwerkmensen, om zo'n ding te bouwen. Dus eigenlijk overkoepelende support over verschillende infrastructuren heen. Ja, en om beter te begrijpen hoe Balder nou eigenlijk geholpen kan worden, en om te begrijpen hoe we ook andere onderzoekers zoals Balder kunnen helpen, is het nodig dat we begrijpen wat nou eigenlijk precies de onderzoeken of de vragen zijn die bij onderzoekers spelen. Want vaak zien we dat er een gat is tussen wat wij aan diensten hebben en wat dat vertegenwoordigt, maar dat ze niet begrijpen hoe ze dat kunnen inzetten voor een onderzoek. Dus het is belangrijk dat wij inzien dat onderzoekers vaak wel waarschijnlijk behoefte hebben aan bepaalde ICT-diensten, maar niet weten dat die behoefte ook aansluit bij de vragen die ze hebben. Daarom hebben wij ook gekeken naar de vragen die er leven bij onderzoekers. Dit zijn een aantal vragen. En daarom hebben wij ook als SURF al een eerste stap gemaakt om daarop in te spelen. Door ons onderzoeksportfolio van diensten en dienstverlening te richten op onderzoekers. Dus de teksten begrijpelijk te maken en gebaseerd op die onderzoeksvragen
Als ze dus een vraag hebben, bijvoorbeeld, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn rekenopdracht sneller kan uitvoeren, dan komt daar een antwoord onder waarbij ze verschillende manieren zien waarop ze dat kunnen uitvoeren. Zo proberen we beter aan te sluiten op de onderzoeker. En zo maken we ook voor onderzoeksondersteuners informatie die beter aansluit bij de onderzoeksondersteuners, zodat beide groepen geholpen zijn. En we daarbij dus gezamenlijk onderzoek beter kunnen faciliteren. Wat we dan zien is dat eigenlijk die onderzoeksdriehoek steeds belangrijker wordt. Dus we hebben de vraag van die onderzoeker, die vaak nog vaag, of in ieder geval in termen van zijn eigen onderzoek gesteld wordt, aan vaak een onderzoeks-ICT-afdeling. En soms komt die vraag direct bij SURF terecht. Maar we moeten dus een methode zien te vinden waarop wij die communicatie met die verschillende partijen kunnen faciliteren. En we zien dat aan de ene kant wij dus moeten proberen om die onderzoeks-ICT-groepen beter te ondersteunen, van meer en betere informatie te voorzien, zodat zij diezelfde informatie weer kunnen doorgeven aan hun eigen achterban. Die mensen moeten trainen om van onze infrastructuur gebruik te kunnen maken, zodat zij direct support kunnen leveren op de infrastructuur die wij te bieden hebben. En het is heel belangrijk, omdat dit eigenlijk de enige methode is waarop je het enigszins schaalbaar kunt doen. We hebben het eigenlijk over 20.000 onderzoekers in Nederland. En een groot gedeelte van die onderzoekers zal behoefte hebben aan ICT-faciliteiten. En die zal dus op een of andere manier ook lokaal geholpen dienen te worden. Naast natuurlijk het feit dat heel veel van dit soort instellingen ook zelf infrastructuur hebben die ze willen aanbieden. Het is zeker niet de bedoeling dat wij daartussen gaan zitten. Maar het is wel een handige manier om te zien, oké, wat past er binnen de instelling? En wanneer is het nodig om naar buiten te schalen? Een heel mooi voorbeeld daarvan, eigenlijk recent opgekomen, is het UMC Utrecht, wat een eigen onderzoeks-ICT-afdeling heeft opgezet, eigen infrastructuur heeft aangeschaft, dat ook laat co-sponsoren door onderzoeksgroepen binnen de eigen instelling. En op het moment dat je daarvoor betaalt, krijg je dus een bepaald trekkingsrecht op die infrastructuur. En het succes van dat project is eigenlijk volledig afhankelijk van de ondersteuning die op die infrastructuur geboden wordt. Dus het gaat juist om die support die door een ICT-club gegeven wordt op die spullen. En het mooie daarvan is dat voor wat grotere projecten, bijvoorbeeld recent is er een ALS-project ontstaan. Want ik denk, ALS kent iedereen inmiddels van de Bucket Challenge, waarbij ze hele grote hoeveelheden mensen willen gaan sequencen. We hebben het dan zo tussen 15.000 en 22.500 mensen. Op dit moment het allergrootste sequencingproject in ieder geval in Nederland. Waarbij het UMCU ook heeft gezegd van oké, dit is voor ons te groot. Dus we moeten nu naar een andere partij toe. Nou, dan ligt het voor de hand om naar SURF te gaan. Maar die ondersteuners, die weten die weg heel goed te vinden. En die onderzoeker had daar ongetwijfeld een heel stuk langer over gedaan. Nou, en nu is dus de vraag, hoe zorgen we ervoor dat we deze communicatie goed inrichten voor ook andere instituten? Dat is dus waarom we dit doen. Daarom hebben we Support for Research ingericht. En we hebben daar ook twee lijnen in vastgelegd. De eerste is outreach, dus zorgen dat die bekendheid van de voorziening en de diensten beter wordt. En de tweede is support. In de outreach gaan we dus ook naar jullie toe, naar de instelling, om te vragen hoe jullie de support hebben ingericht en hoe we daarop kunnen aansluiten, hoe we die samenwerking kunnen aangaan. De tweede is die community engagement, dus niet alleen jullie verhaal en oren, maar ook jullie in contact brengen met andere onderzoeksondersteuners en ook met onderzoekers. Daarnaast praten we ook met de onderzoeksfinanciers, want ook data management is natuurlijk helemaal hot nu. Er wordt veel over gesproken, komen grote beslissingen aan die genomen zullen worden door MBO en ZONMW. Omtrent data management en ICT-paragraaf, en dat heeft ook gevolgen voor jullie. En wij zitten ook een beetje in dat gesprek met MBO en ZONMW om ervoor te zorgen dat het niet een al te grote papieren tijger wordt. Want daar zit niemand op te wachten, wij ook niet. En nou, jullie al helemaal niet. Dus daar zitten we ook op. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat onze best practices goed zichtbaar komen op één locatie, op de website die rechts onderaan staat. Dat onze informatie dus toegankelijk is voor zowel de onderzoeker als de onderzoeksondersteuner. En waar we dan verder naar willen kijken is eigenlijk meer de mensen die daadwerkelijk de support moeten geven op de verschillende infrastructuren, die beter opleiden. Daar is ook een enorme vraag naar vanuit de instellingen. Dus daar willen we zelf een trainingsprogramma voor opzetten. We zijn nu aan het kijken welke mogelijkheden binnen SURF er al voor bestaan. Verder zien we ook dat er natuurlijk een soort eerste lijn support ligt binnen die instellingen. En moeten ook voor zorgen dat die mensen in ieder geval op de hoogte zijn van wat SURF te bieden heeft. Dus daar zijn we aan het kijken hoe we kunnen samenwerken met die lokale research support offices. Verder proberen we tussen de verschillende infrastructuur providers, zowel
op instituutsniveau, maar ook nationaal en ook internationaal te kijken hoe we die gegevens of hoe we de infrastructuur daar beter naar het voetlicht kunnen brengen voor de onderzoeker. Dus afstemming tussen dingen als NRANS, maar ook de nationale HPC en e-science faciliteiten. Voor internationale programma's zou het bijvoorbeeld EGI kunnen zijn of een EU-DAT. En natuurlijk gaan we ook kijken hoe we die onderzoeker toegang kunnen geven op een hele uniforme manier. Een van de grootste klachten die we hebben gehad bij de rondgang bij de verschillende instituten is dat een onderzoeker bij verschillende werkmaatschappijen terecht moet om één project te realiseren. Dus dat is ook de kracht gebleken van Enlighten Your Research, dat je één vraag stelt en dat er een hele portfolio aan producten wordt opgeleverd om dat ene proces te faciliteren. We hebben het bij Balder gezien, je hebt niet genoeg aan alleen de lichtpaden, je hebt niet genoeg aan alleen cloud, je hebt het allemaal nodig om dat ene project te faciliteren. En een onderzoeker die gebruik wil maken van die faciliteiten, moet niet hoeven rondhoppen tussen verschillende faciliteiten van SURF. Het moet één loket zijn, één locatie, waar hij die informatie ten eerste kan krijgen en op het moment dat hij vragen heeft of dat hij een groot project wil gaan doen, dat hij maar met één iemand te maken heeft. En daarvoor hebben we dus iets ingericht. Een website, één website, surf.nl/support-for-research, waar wij alle informatie samenbrengen over onze diensten, maar hopelijk ook omdat het één link is, dat jullie dat op jullie website kunnen gaan neerzetten en dat jullie ons informatie geven over waar jullie informatie voor support voor onderzoek te vinden is, zodat we ook jullie link naar jullie gedeelte op de website kunnen zetten, zodat onderzoekers ook als ze bij ons komen maar denken, oh, maar dit is veel te groot, ik moet eerst bij mijn eigen instelling terecht, dat ze dat ook die link kunnen vinden naar hun eigen instelling. Daarnaast hebben we ook nog een e-mailadres, één e-mailadres waar jullie allemaal naartoe kunnen mailen als jullie vragen hebben over support voor onderzoek of als jullie projecten hebben waar jullie hulp bij nodig hebben. En dat zal ik op de laatste slide nog laten zien. We hebben toch al iets laten zien van de tussentijdse resultaten. We hebben nu 9 van 14 universiteiten gehad en 2 van de 8 UMC's. De planning is in ieder geval om alle universiteiten dit jaar nog bezocht te hebben. En de UMC's zullen dan ergens in het loop van volgend jaar volgen. En we gaan natuurlijk ook kijken naar de verschillende onderzoeksinstituten in Nederland, waar we ook op bezoek willen, om ook de vraag te stellen, oké, wat verwachten we nou precies van SURF? En hoe kunnen we nu beter helpen om dat onderzoek te realiseren? De eerste bezoekers staan eigenlijk allemaal al gepland. Verder hebben we behoorlijk wat feedback gehad van de mensen die we hebben gesproken. We hebben gekeken naar data management beleid. Gekeken, oké, hoe is dat nu ingericht bij de verschillende universiteiten? En het beeld is daar eigenlijk heel erg divers. Zoals je ziet, naar de universiteiten waar zijn geweest, bij sommige universiteiten gebeurt er eigenlijk nog in ieder geval heel weinig aan. En bij sommige universiteiten is het al zo dat op het moment dat een AIO binnenkomt, dat hij al helemaal aan het begin van zijn PhD-traject moet aangeven, oké, welke data ben ik van plan te genereren? Dan hebben we het over een periode van 4 jaar. En hoe ga ik ervoor zorgen dat die data daadwerkelijk ook voor anderen beschikbaar komt? Ongetwijfeld kun je dat plan natuurlijk wel aanpassen in de loop van je carrière, maar dan heb je in ieder geval een eerste poging gedaan om te omschrijven hoe die data wordt gegenereerd en wat er daarna mee moet gebeuren. En ook hoe je die data gaat verwerken en met welke infrastructuur. Wat we ook zien is dat er best wel wat behoeftes zijn vanuit de onderzoeksondersteuning. Dus we willen zelf meer inzicht krijgen in hoe onderzoekers de verschillende infrastructuren gebruiken, maar die behoefte bestaat ook bij de ICT-ondersteuningsgroepen die wij spreken. Die mensen die zitten ook niet iedere dag naast een onderzoeker, dus die willen op een of andere manier ook op de hoogte worden gehouden van hoe die onderzoeker denkt gebruik te kunnen maken van infrastructuur. Niet alleen die van ons, maar ook zeker die van de eigen instelling. Verder willen ze meer kennis over SURF, dus meer betrokken worden bij het hele proces en ook enigszins nog wat sturend zijn in wat wij nou wel en wat we niet aanbieden. Een van de dingen die we ook veel hebben gehoord is dat ze veel terugkoppeling willen krijgen. Dus op het moment dat onderzoekers de weg naar SURF weten te vinden, en dat is niet via de lokale ICT-support gegaan, dat men daar wel van op de hoogte wordt gebracht. Dat is iets wat we vaak horen. Een ander ding is dat we eigenlijk van plan waren om bij de verschillende instellingen langs te gaan in de vorm van een roadshow. Eigenlijk een vrij groot event waarbij we dan alle onderzoekers van de hele universiteit uitnodigen om dan in één keer het volledige productaanbod van SURF te kunnen vertellen. Er werd al heel snel eigenlijk aangegeven dat dat niet de route was om te volgen. Dus hebben we het programma er ook op aangepast. We mikken nu op een heel kleinschalig, of in ieder geval kleinschaliger event en treden bij de verschillende groepen voor het voetlicht, zodat we niet een hele grote groep onderzoekers tegelijkertijd hoeven te bedienen. Verder willen we heel graag het advies en training op maat geven. En dat is eigenlijk nou, precies wat de instellingen ook van ons verwachten. Ja, wat is dan het vooruitzicht? Nou, zoals we al zeiden, we zijn bij best wel wat instellingen al langs geweest. Er staan er ook nog een aantal in de planning en de hogescholen hebben we nog niet genoemd. Maar als er hogescholen zijn die interesse hebben om hier meer over te horen, dan kom alsjeblieft langs. We gaan ook door met de samenwerking met de werkmaatschappijen binnen SURF. Alle werkmaatschappijen hebben het in hun jaarplannen staan dat we hiermee doorgaan, dus dat is geborgd. Natuurlijk gaan we door met de samenwerking met jullie.
En we gaan ook door met de samenwerking met de onderzoeksfinanciers. Zodat we ook dat datamanagement plan en die datamanagement route goed geborgd krijgen. Hebben we dus, zoals gezegd, ook nog een support for research trainingsprogramma. Een onderdeel daarvan is vertellen wat de basis is. En dat zullen we op 9 december in een seminar vertellen. Daar is ook een eerste gelegenheid om weer in contact te komen met andere onderzoeksondersteuners. Seminar is primair gericht op onderzoeksondersteuners, maar ook toegankelijk voor onderzoekers. En je kunt je er nu al voor inschrijven. Dus heb je collega's die misschien waarvoor het nuttig kan zijn dat ze hier informatie over opnemen. Wijs ze op de link en schrijf je in. En dan zien we je graag op 9 december. Oké. Okay. Dat was het. Dankjewel. Zijn er vragen? Ja. Ik kan beter bij je blijven staan. Even een hele simpele vraag. Geven jullie ook opleidingen aan de bestuurders van de instellingen? Aan de leiders? Want ik heb nou ook het idee dat die gewoon totaal geen idee hebben wat hun eigen mensen doen. Dat is al heel pijnlijk. Maar wat jullie doen is misschien nog vager. Dan gaan ze, in dat geval gaan ze alleen maar over geld praten. Ja. Omdat ze inhoudelijk geen voeling hebben. Is het niet handig om die mensen ook eens een beetje op te leiden of bij te praten of één op één dingen te vertellen? Wat sowieso gebeurt is dat we met gremia als de zeven deur de actie dit al hebben afgestemd. Dus daarin is het geborgd. Als je nog hoger wil gaan, echt CVB-niveau, dat zullen denk ik toch andere leden van onze organisatie. Ik zie Erwin even niet meer, maar die zullen dat dan moeten bespreken. En ik geloof dat dat ook al wel aan bod is gekomen. Ja, ja. Nog andere vragen? Dan geef ik het woord aan Gerben.